jij bent iemand die dan denkt van oké, dit is gekwetst, kwets me maar, ik maak er iets moois van. En ik word er alleen maar dieper, wijzer en mooier van. En dat is denk ik waarom deze tentoonstelling zo is. De ziel is altijd de drijfveer van waaruit je werkt, de oprechtheid. En gefeliciteerd met je altijd.